Ik wil beginnen met te zeggen, beste studenten, dat u, dat ik, dat wij allemaal zeer geprivilegeerd zijn. Wij zijn geprivilegeerde mensen, want wij leven in een democratische rechtsstaat. Wel, ik heb drie grote lijnen getrokken. Ik heb mijn geloof in de democratische rechtsstaat uitgesproken, het belang daarvan ook doorvertaald naar het feit dat wij een gewijzigde samenleving zijn met heel veel nieuwkomers die hier welkom zijn, maar van me vragen dat ze onze publieke waarden delen. Dat gaat over de grondslagen van onze rechtsstaat. Het gaat over respect voor andersmans mening, voor elkaars levensbeschouwing, voor gelijkheid man-vrouw, voor niet-discriminatie op eender welke grond. Een tweede luik heb ik het gehad over het nieuwe burgerschap, de ontzuiling die plaatsgeeft, de mondige burger. Sommigen betreuren dat, zeggen de mensen zijn verweest, achtergebleven, zijn in de armen gedreven van populisten. Ik vind het juist een uitdaging dat mensen zelf hun keuzes kunnen maken. Maar mijn boodschap is, ik ga voor een ideologie van vrijheid en verantwoordelijkheid. Je maakt zelf je keuzes, maar je kiest nooit voor jezelf alleen. Je hebt de verantwoordelijkheid voor het geheel. Het derde luik ging dan over de nieuwe overheid. De nieuwe overheid in een gemondialiseerde wereld die slim moet zijn, die innovatief moet zijn, die niet als een keizer Koster moet optreden, die mensen vrijheid moet geven, verantwoordelijkheid moet geven, die wel doelstellingen moet formuleren, maar die de weg daartoe overlaat aan de gekwalificeerde mensen. Zijn er bepaalde dingen die je opgestoken hebt vandaag? Ja, inderdaad. Dat de besparingen wel nodig zijn, want anders gaat de volgende generatie ervoor moeten boeten. En dat we allemaal een beetje zullen moeten samenwerken om te zorgen dat we kunnen slagen.